Jawel, voorzitter. De Kamer hoort de beraadslaging, constateren dat de deeltijdfactor in de zorg 0,6 is, constateren dat uit recent onderzoek blijkt dat een kwart van de zorgparttimers wel meer zou willen werken en een grote groep onder bepaalde voorwaarden. Verzoekt de regering te bewerkstelligen dat op de kortst mogelijke termijn gesprekken plaatsvinden tussen werkgevers en alle zorgparttimers over mogelijke uitbreiding van contractvorming en gaat over tot orde van de dag. Dank u wel. Wordt in van deze motie voldoende mate ondersteund? Ik zal vastgemaakt onderwerp van de beraadslaging. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat de minister op 13 maart 2018 beloofde dat de personeelstekorten in de zorg in 2022 tot 0 teruggebracht zouden worden met zijn actieplan Werken in de Zorg. Constateren dat personeelstekorten in de zorg onder andere leiden tot verdrietige toestanden in verpleeghuizen, operaties die niet doorgaan, mensen die uren moeten wachten op de spoedeisende hulp, familie die een stervende in de laatste dagen noodgedwongen thuis moeten verzorgen, vrouwen waarbij borstkanker te laat ontdekt wordt, veiligheid van GGZ-medewerkers die in het geding is, steeds meer artsen met burn-out-klachten, gevaarlijke situaties voor moeder en kind in de geboortezorg, patiëntenstops door tekort aan huisartsen en stagiaires die afhaken door een gebrek aan begeleiding. Verzoekt de regering de belofte om de personeelstekorten in 2022 tot 0 terug te brengen niet te breken en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Wordt in van deze motie voldoende mate ondersteund? Ik zal vastmaken onderwerp van de beraadslagingen. Dank u wel, voorzitter. De minister heeft een vrije donderdagochtend, omdat zijn collega's van het CDA zojuist bij de regeling het debat van de agenda af hebben gebonjourd. De minister kan hier ook toezeggen dat hij de brief als het gaat om de taskforce wonen en zorg voor donderdagochtend alsnog netjes naar de Kamer stuurt, zodat we het debat gewoon kunnen houden. Want als het gaat om de urgentie, om de bouwopgave voor ouderen, die is torenhoog, voorzitter. En de minister moet de kans niet voorbij laten gaan dat we dat debat alsnog donderdagochtend hebben. Dank u wel.